Hallo allemaal, in deze video ga ik jullie meenemen in de nieuwe functionaliteit waarmee het mogelijk wordt gemaakt om projectspecifieke prijsafspraken te maken. De mogelijkheid om per project prijsafspraken te kunnen maken is een veelgehoorde wens die ook tijdens de inspraaksessies vaak is teruggekomen. Dit geldt zowel voor de verkoopkant als de inkoopkant en zelfs de kostprijzenkant. Nou, het was al mogelijk om voor werksoorten prijs, uh, projectspecifieke prijsafspraken te maken door middel van het gebruik van tarieven en grondslag project. Alleen voor de artikelen en de kosten was dit nog niet het geval. Nou, wat hebben we gedaan om dit mogelijk te maken? Allereerst even een korte uh, toelichting van onze huidige prijzenstructuur. Hier zien we eigenlijk de hiërarchie van hoe onze prijzen zijn opgebouwd. Uh, we beginnen met de basisprijslijst. Vervolgens hebben we een specifieke prijslijst, even los van de actieprijzen. En als hoogste niveau hebben we dan de prijslijst per verkoplatie. Nou, daar hebben we nu een niveau boven geplaatst, namelijk de gele blokjes, het niveau project. Dat wil zeggen dat zodra er projectspecifieke prijzen gemaakt zijn, dat deze voorgaan op alle bestaande hiërarchieën in onze prijsstructuur. Dit hebben we ook gedaan voor de inkoopkant, voor de inkoopprijzen. Die is identiek aan de, aan de verkoopkant. Met daarbij het nieuwe niveau van projecten. En als laatste voor de kostprijs hebben we nu ook een nieuw niveau toegevoegd, namelijk project. Dus als er projectspecifieke kostprijzen worden afgesproken, dan gaan deze ook altijd voor op de kostprijs van het item. We gaan allereerst naar order management, onder item naar artikel toe. We beginnen even bij de basis. We openen de eigenschappen van een bureaustoel. En we gaan naar de actie prijskorting. Nou, hier zien we in principe ook gewoon die hele prijsstructuur terug. En we zien hier ook in de verkoopprijs dat ik een basisprijs heb aangemaakt en ook al een verkooprelatie-specifieke prijs heb aangemaakt. Als ik nu een nieuwe prijs ga aanmaken, hebben we nu een nieuw type toegevoegd, namelijk project. Op het moment dat ik hier een project selecteer, kan ik dus voor dit specifieke project een prijs gaan aanmaken. Nou, hier gebeuren een aantal dingen. De allereerst wordt de valuta van het project overgenomen en daarnaast wordt de begindatum. Ook van het project overgenomen. Waarom? Je wil namelijk dat deze projectspecifieke prijzen ook gelden gedurende de verloop van het project. Nou, ik denk dat ik hier een, een speciale afspraak kan maken van 200 euro. Omdat we groots gaan inkopen. Deze voltooi ik. En dan zien we hier ook in de weergave dat dit een projectspecifieke prijs is. Nou, dan gaan we naar de inkoopprijs. Gaan we ook weer naar nieuw en dan zien we hier ook eigenlijk dezelfde optie terugkomen. En dan maak ik voor datzelfde project ook eventjes een specifieke prijs aan. Kunnen we wat scherper inkopen. En dan zien we hier ook dat deze projectspecifieke prijs aangemaakt. Nou, als laatste de kostprijs. Dan zien we hier inderdaad het nieuwe niveau project terugkomen. En hier wil ik eigenlijk ook nog wat speciaals laten zien, namelijk. Een prijs via berekening. Ja, dus als ik zeg nou het is een percentage van de inkoopprijs. dan kijken we op dat moment ook al naar de projectspecifieke inkoopprijzen. Dit geldt overigens ook voor de verkoopprijs. Dus als ik hier 10% zeg van de inkoopprijs. wat is juist een inkoopprijs van 150 euro. en je ziet dat die op basis van die projectspecifieke inkoopprijs. ook meteen deze berekende prijs uitrekent. Nou. Deze wordt ook toegevoegd. En dan gaan we even naar de volgende. We hebben namelijk in de samenstelling hebben we ook een stukje toegevoegd. In de kop van de samenstelling kun je namelijk een prijsbepaling kiezen. En hier hebben we de berekende prijs op basis van projectprijzen toegevoegd. Nou, stel dat er geen projectprijzen zijn, dan vallen we terug op de basisprijzen. Maar als er wel projectspecifieke prijzen zijn, dan uh, komen die voor. En dan kun je op die manier ook je. Samenstelling op basis van projectafspraken maken. Nou, wat voor gevolgen heeft dat dan? Op het moment dat je dan de projectspecifieke prijzen hebt vastgelegd, dan gaan we bijvoorbeeld even naar het verkoopproces. Dan gaan we een factuurtje aanmaken. En eigenlijk overal waar je project erbij kunt pakken, of dat nou in het verkoop- of inkoopproces is, eh, kijken we dus altijd nu of er projectspecifieke prijzen zijn. Nou, ik zal het even laten zien. We hebben hier dezelfde verkooprelatie. Eh, gekozen. Ik kies eventjes de bureaustoel uit en ik zie hier dat hij de prijs pakt van de de prijs die ik vast heb gelegd bij de verkooprelatie. Nou, stel dat ik deze nou ga vullen met het project waar we projectspecifieke prijs voor hebben aangemaakt. En ik pak weer de bureaustoel. Dan zie je dat hij nu niet de prijs van de verkooprelatie pakt, maar van de projectspecifieke prijs, namelijk 200 euro. Dus op deze manier, op elk uh, onderdeel eigenlijk waar je projecten erbij kunt krijgen, um, gaan we eerst op zoek naar de projectspecifieke prijsafspraken. En dit geldt dus ook voor uh, bijvoorbeeld cursussen, waar je dan ook, uh, nou dat kan ik even laten zien. Stel dat we nu uh, naar een cursus gaan, kopen de eigenschappen van een cursus, dan gaan we weer naar de actieknop prijskorting. Dan heb ik hier ook weer de mogelijkheid om projectspecifieke prijzen aan te maken. Dus zodra ik dan een cursus evenement zou gaan aanmaken uh, en ik zeg nou nieuwe, nieuw cursus evenement en dat geldt voor dat project, dan gaan we ook die prijzen ophalen. Dus het werkt heel breed door in het hele pakket. Uh, ook nog een belangrijke in abonnementen. Op het moment dat ik een, een abonnementsartikel heb, uh, heb aangemaakt met een projectspecifieke prijs. Nou, stel we gaan hier even naar de eigenschappen van het internetabonnement. Wederom de actieprijskorting. Dan zien we hier ook weer de mogelijkheid om een projectspecifieke prijs af te spreken. Dus dat wil zeggen, zodra die op het project is vastgelegd en we vullen dit project in de kop van het abonnement, zodra we hem aanmaken, dan worden deze prijzen opgehaald. Dan heb je eenmaal die prijzen toegevoegd. Nou, hoe kun je die dan bezichtigen en onderhouden? Nou, allereerst uiteraard op het project zelf. Ik open de eigenschap van het project. En dan hebben we nu ook de actie prijskorting toegevoegd. He, dus op deze actie zie ik ook alle prijsafspraken die gemaakt zijn voor dit project. Zowel verkoop als inkoop als kostprijs. Nou, daarnaast hebben we er ook voor gezorgd dat alle imports erop zijn aangepast, de update connectoren en ook het collectief wijzigen van prijzen. Als we terug gaan naar Order Management. En we gaan hier naar het collectief wijzigen van de prijzen. En ik ga bijvoorbeeld naar de verkoopprijs. Dan kan ik hier ook weer dat nieuwe type project selecteren. En als ik dan even kijk naar dat specifieke project en ik zeg: nou, we gaan eventjes op basis van percentage doen. Ik doe maar 10 geen afronding. Dan haalt hij hier ook alle projectspecifieke prijzen op, die dan op een makkelijke manier collectief gewijzigd kunnen gaan worden. Nou, als we kijken naar de imports, die ik zojuist noemde, dan hebben we ook gezegd: er is een nieuwe optie. Om op basis van de prijslijst project deze nieuwe prijzen te importeren en te onderhouden. Nou, voor het tweede deel van de demo ga ik naar Insight toe. Switch even naar onze mooie Insight-pagina, avonds open. Gaan we naar ons projectportal. Je ziet ook de mooie iconboxen die mijn collega Bart Grootveld ook in een ander filmpje toelicht in de nieuwe stylingsmogelijkheden van Insight gaan we weer naar dat project toe en dan zien we ook hier een overzicht van alle prijsafspraken die gemaakt zijn voor dit project, zowel de verkoopprijzen als de inkoopprijzen als de kostprijzen. Nou, wat hebben we nog meer gedaan? We hebben het mogelijk gemaakt om deze projectspecifieke prijsafspraken aan te maken vanuit de voorkalkulatie, zowel in Windows als in Insight, en dat zal ik je nu even laten zien. Allereerst kijken we bij de eigenschappen van het project. Uh, en dan zien we een nieuwe instelling, namelijk vanuit de voorkalculatie prijzen aanmaken bij definitief maken of het onderhouden van project. Nou, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen zodra deze instelling op het project aanstaat en er worden afwijkende prijzen in de voorkalculatie uh, voorgesteld ten opzichte van de bestaande prijzenhierarchie, dan worden die prijzen ook aangemaakt als projectspecifieke prijzen. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Ik ga hier een, een nieuwe voorcalculatie aanmaken. En als eerste zal ik ook nog eventjes laten zien hoe ons bureaustoel eruit ziet. Zodra wij deze aanmaken, wordt ook de projectspecifieke prijs opgehaald in de voorcalculatie. Um, maar ook de projectspecifieke kostprijs wordt opgehaald. En je ziet dat deze ook dicht staan. En dat doen we omdat er dus al een projectspecifieke afspraak voor gemaakt is. Dus zo voorkomen we ook dat je nog een keer probeert een projectspecifieke afspraak te maken voor dit item. Dus goed om te onthouden: je hebt dus per item. Maar één projectspecifieke prijsafspraak mogelijkheid. Nou, daarnaast zie je ook dat de kortingsvelden dicht zijn. Dat doen we ook omdat je gewoon nu al specifieke prijsspraken maakt waar je verder geen korting over hoeft te verlenen. Nou, als we nu gaan kijken naar een ander artikel, zoals bijbehorende bureau, dan zien we dat de kostprijs en de verkoopprijs nu gewoon wel openstaan. En deze worden gewoon vanuit de basisprijslijst of vanuit de prijslijst op de verkooprelatie opgehaald. En als ik deze nu zou gaan wijzigen, bijvoorbeeld naar 750 en de kostprijs naar 550. En dan zien we verderop ook nog een hele interessante, namelijk de optie om een inkoopprijs op basis van de kostprijs aan te maken. En dit scheelt mij gewoon nog een stap in het onderhouden van deze prijzen. Dus die vink ik ook aan. En vervolgens zeg ik voltooien. En nu gebeurt er nog eigenlijk niks. De prijzen worden pas aangemaakt op het moment dat de voorcalculatie definitief wordt gemaakt. Dus hier staan inderdaad de regels. Ik ga deze voorcalculatie definitief aanmaken. En vervolgens ga ik terug naar de eigenschappen van het project. Dan gaan we naar het overzicht van die prijsafspraak. En dan zie ik netjes ook de prijsafspraak die ik zojuist voor het bureau heb aangemaakt vanuit de voorcalculatie met de bijbehorende prijs ook de inkoopprijs die ik zojuist heb aangemaakt vanuit de voorkalculatie door middel van die instelling op de regel is netjes aangemaakt uh, en de kostprijs uiteraard ook. Nou kort samengevat hebben wij onze bestaande prijzenstructuur uitgebreid met een nieuw niveau namelijk project en tijdens de prijsbepaling wordt er altijd gekeken of er eerst projectspecifieke afspraken zijn gemaakt in het hele pakket. Die gaan dan voor, boven alle andere bestaande prijsafspraken die gemaakt konden worden in profit. Uh, we hebben het mogelijk gemaakt om deze projectspecifieke prijsafspraken aan te maken vanuit de voorcalculatie, zowel in Windows als in Insight. We hebben ervoor gezorgd dat het onderhouden van deze prijzen net zo makkelijk blijft door uh, het collectief wijzigen uit te breiden met project, maar ook de imports en de update connectoren. Uh, en we hebben ervoor gezorgd dat je altijd. Inzicht hebt in de gemaakte prijsafspraken op het project, door deze weergaves allemaal toe te voegen in Insight. Nou, met deze nieuwe functionaliteit krijg je steeds meer grip op de prijsafspraken die je met jouw klanten maakt. Dat was het voor mij in deze video. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer.